Hi, welcome. So great you're interested in TTO at Visser at Hooft. I'm going to tell you a little bit more about our program and after that we'll do a challenge. Ik ga wel eventjes in het Nederlands doen, omdat jullie misschien nog niet alles begrijpen in het Engels. Nou, bij ons op school kan je dus tweetalig onderwijs doen en daarbij volg je het grootste gedeelte van je lessen in de onderbouw in het Engels. In de bovenbouw switchen we weer terug naar het Nederlands, omdat je uiteindelijk wel je eindexamen in het Nederlands moet doen. Maar je sluit wel af met een IB-diploma en dat is internationaal erkend. Je kan er dus van uitgaan dat TTO-onderwijs duurt vanaf jaar 1 tot en met jaar 5 of jaar 6, als je VWO doet. Je kunt bij ons TTO volgen als je super geïnteresseerd bent in de wereld, in het internationale aspect en in de Engelse taal. Veel leerlingen die zijn een beetje bang en die denken van, oh, maar ik kan helemaal geen Engels, dus TTO is niks voor mij. Maar we zijn natuurlijk een school en bij ons leer je Engels. Dus ook leerlingen die niet zo goed zijn in Engels of die denken van, ik kan helemaal nog niet vloeiend Engels. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar je moet wel super geïnteresseerd en gemotiveerd zijn, want het is in het begin best wel een stukje pittiger dan het reguliere middelbare onderwijs. Sowieso is de stap natuurlijk een beetje groot van basisschool naar middelbare school. En als je dan alles in het Engels moet volgen, is dat wel eventjes pittig en lastig. Maar dat komt uiteindelijk helemaal goed. En hoe gaaf is het dat je dan na 5 of 6 jaar gewoon dat je Engels zo goed is dat je met mensen van over de hele wereld gesprekken kunt voeren of discussies kunt voeren over lastige onderwerpen, over politiek, over het welzijn, over statistieken van een land, over de geschiedenis van een bepaald continent. En ja, dat is wel heel waardevol en heel gaaf. We gaan nu over naar een challenge en jullie mogen het filmpje bekijken van mijn collega. See you!